You ever heard of Casper Dolberg? Casper Nova? Casper Dolberg. Oh, it must be Johan Cruyff. Casper Dolberg kent qua doelpunten een iets mindere seizoenstart dan vorig jaar. Maar met zijn 2 doelpunten in de klassieker is nu natuurlijk de grote vraag. Wie moet er in de spits tegen Willem II? Klaas-Jan of Casper? Ik vraag me af of jullie weten wie dit is. Geen idee. Oh, het must be Johan Cruyff. You ever heard of Casper Dolberg? Casper Nova? Casper Dolberg. Ja, dit is van de televisie. Ja, ja, van Ajax is die. Oh ja. Is hij voetballer? Is een voetballer, ja. Ik hoop niet. Maar zou je een avondje met hem uit willen? Dat nou, wel? Ja. Ja? Ja? Wie is dat? Dolberg. Tuurlijk. Ja. Oh. Ja. Even bij Jan zijn. Jullie nodig. Nu is de grote vraag. Ja. Wie moet er in de spits nu? Klaas-Jan of Dolberg? Allebei. Ja. Allebei is goed. Allebei erin? Ja. Nee. Ja. Eén van de twee. Eén van de twee. Ah, dat is niet zo mooi nieuws voor Casper. Casper is nog jong, die komt er wel. Wie zou jij in de spits zetten? Jarp Leijzenbeek. Dolberg. Dolberg? Kijk. En waarom? Die is beter. Die is beter? Ja. Wie zou jij in de spits zetten? Ik denk Dolberg. Dolberg. Dolberg? Omdat hij veel scoort. Omdat hij veel scoort. Dit seizoen wel ietsje minder, hè? Ja, maar hij doet ook goede acties. Maar denk je dat hij over 5 jaar speelt? Waar die speelt? Ja? Ja, niet bij Ajax, ben ik bang. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben bang dat hij misschien wel weg gaat met in de winterstop misschien. Nee, daar gaan we niet vanuit. Nee, daar gaan we niet vanuit. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Zeg jij maar even op camera tegen Casper dat hij gewoon moet blijven. Moet blijven.